dag een nieuwe vlog. En deze vlog vandaag gaat voor een groot deel over het Megapiratenfestijn, wat afgelopen zaterdag in Zelhem werd gehouden. Ik mocht daar ook optreden en tussen Monique Smit en volgens mij Mooi Wark of zo heb ik mijn liedjes mogen doen. Zelhem, een heel klein plaatsje ergens in de Achterhoek. Man, wat een pokken eindrijden was het. Maar toen maar, het is, je moet er naartoe en dat hoort bij ons vak, dus het is helemaal niet erg. Met onze hippe brillen. Na van met mij. Een vrijdagavond. Oké, dit was Monique Smit. We krijgen nu straks nog een liedje van Monique. En daarna Mooi Wark. En na Mooi Wark, dan mag ik. Ja. Even mijn oortjes in doen. Hey, mensen vragen ook nog wel eens van wat zijn dat voor dingen die zangers allemaal in hun oren hebben. Nou, dit zijn eigenlijk kleine boxjes. Waardoor je je goed kunt horen. Als je dan zingt, dan kun je een beetje de goede toon houden. Al denk ik bij sommige artiesten wel eens van, het helpt toch niks. En sommige, niet alles. Nee, maar er zijn wel artiesten, dan denk je wel eens van, nou, mag ik dit niet zeggen? Mijn dochter schudt haar hoofd. Nou, ik vind dat af en toe de beste artiesten zijn die nieuwe oortjes moeten aanmeten. Mijn dochter zegt nu, papa, kun je toch niet zeggen? Ik noem toch geen namen van... Nee, ik noem geen namen. Ben je ook een eikel, hè? Ik moet even de ding achter... Kom je er niet meer bij? Huh? Word je al zo oud? Zo, nou dit knip ik er echt wel uit. Oh, dat knip je er echt niet uit. Ik denk dat je heel veel kijkers krijgt bij dit. Ja, denk je? Dat denk ik wel, ja. Oh, rustig maar. Een staart. Ik denk dat je heel veel kijkers daarom krijgt. Want ja, deze man wordt dit jaar 50 jaartjes oud. Maar dan wordt het... 50 Shades of Grey. Ja, precies. Maar ik ga toch niet dit in mijn vlog zetten? Ah, maar jongens, kijk even. Dat baardje. Die wordt al grijs. Waar? Hier? Dat is toch overduidelijk? Dat is charmant. Kijk, zie. Ah! Ah! Ik kwam daar weer heel veel mensen tegen en was even een klein beetje aan het denken van hoe kom ik straks op het podium aan leuke beelden. En toen nam Willy Oosterhuis de camera mee het podium op. Ze lijken ook veel ouder, behalve ik. Meisjes hadden krullen en dat was toen hip. Jongens kregen dons haar bovenop hun lip. Ik heb nog best wel haren, dus klaag ik niet. Maar dan zie ik weer zo'n bappers en dan zing ik weer dit lied. Hey, hey, wat was dat? Toch vroeger een super gave tijd. En met tranen in mijn ogen denk ik vaak nog met spijt aan die jongens en die meiden uit de hoogste klas. Ik wou toch Nou, dat was hem dan weer. De vlog van vandaag. U heeft gekeken naar een soort aftermovie van het Megapiratenfestijn in Zelhem afgelopen zaterdag. Het was heel erg gezellig. Megapiratenfestijnen zijn altijd gezellig. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Ik hoop dat jullie er morgen weer zijn, want om 4 uur staat er weer een nieuwe vlog online. En vergeet niet, als jullie het leuk vinden, om te abonneren op dit YouTube-kanaal, want dan kan ik het ook blijven maken. Dus roep andere mensen op om ook lid te worden van mijn YouTube-kanaal. Want dat is alleen maar voor mij een stimulans om door te gaan. En ik zou zo zeggen, tot de vloggende!